hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van den Werf. Mijn man heet Roderick Staalman van den Werf. Wij proberen eigenlijk elke dag te vloggen, maar soms lukt het niet. Dus dan proberen we dus een weekvlog van te maken. Het is geen kwart voor drie hoor. Het is net kwart voor twee. Deze nog op de wintertijd. En ik ga wat even in elkaar maken voor de katten. Deze. Dus ik neem jullie gezellig weer mee. Even kijken, plezier. Ja, ik ga jullie wat laten zien. En dat is het kattenhuisje. En die ga ik ook lekker gelijk in elkaar zetten. Dus tot zo. Ja, ik pak de doos er even bij. Ik ga deze in elkaar zetten, jongens. Ja, ik ga deze in elkaar zetten. Is dit voor jullie, dames? Is dit voor jullie? Is dit voor jullie? Ja. Ga naar buiten. Ga lekker op de grond. Go! Zo, ik ga het even een of andere aanpakken. Zo, kijk, hartstikke handig toch? Wat is het, Spiek? Dat is mijn telefoon, ja. Zo, het is een heel mooi bouwpakket. Zo moet die gaan worden. Ze hebben er wel over nagedacht. Nou, en er is ook een lijm ook. Montagelijm. En allemaal schroefjes en andere dingen. Dus het is wel een hele mooie bouwpakket door de Action. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Hier allemaal is het, dat weet ik niet. Auw! Oké, ja. Dit zijn dus allemaal, ook allemaal van hout. Dat komt dus hier terecht, boven. Dus dat wordt nog een leuke uitdaging. Oké, ja, dat wordt grappig. Leuk. Ik hou wel van uitdagingen. Dit is de, die kan even daar naartoe. Van deze twee, dat is dan denk ik, en van de onderkant, dat denk ik zo. Heb ik hier dus nog ook allemaal dingetjes. Hey, laat ons lief naar elkaar. Hey. Nee, dames en dames hier. Hoef je niet zoveel ruzie te maken. Nergens voor nodig. Dan zijn dit dus de zijkanten. Ja, bronpot. Zo, ik heb hier gelijk overal houtsplinters. Nou, eens even kijken. Moet ik zeggen? Nee, doe eens lief. Zo, het is een hele bouwpakketje. Oké. Nee, doe eens lief. Doe eens even lief doen. Gek.
Ja? Ik moet sowieso een schroevendraaier hebben. Sowieso, dus ik ga even een schroevendraaier opvoeren. Lijkt me de handige. Ja. Ondertussen ben ik verder. Ik heb een schaar. Ik heb een schroevendraaier. En alles ligt hier dus, ja, helemaal op de grond. Jullie zien af en toe even rook voorbij lopen, maar we gaan even concentreren op dit. Wat ik er wel gelijk wil zeggen, en ook een heel groot compliment naar, naar de mensen van de Action. Er staan dus hier allemaal cijfertjes van de hele bouwpakket. Maar, zoals je wel kan zien, staat hier een 5. Dat is het latje wat hier helemaal loopt. Maar, hier staat dus ook een 5. Dus dat is heel mooi. Dus dat is allemaal echt gerealiteerd aan. Dus dat vind ik, ja, dat is een top. Een goede van de Action. Ja. Dus we gaan verder. Ik moet dus nu eerst 1. Ik moet dus nu eerst dit in elkaar gaan bouwen. Dus dat mag ik even gaan zoeken. Wat dus ja. Dit zijn allemaal van deze kleine dingetjes. Dus deze moet ik als eerst pakken. Deze wat ik net eerst open had gemaakt. En dan moet ik even kijken. Moet ik ook deze bij me hebben. Van deze kleine duveltjes, om het zo maar weer te zeggen. Met lijm. Dus ik ben blij dat ik deze bij me heb. Er zit een dubbel papier op, zo te zien. Dat is ook wel weer fijn. Kan ik dadelijk knoeien. En voor de lijm. Echt, daar hebben ze volgens mij heel goed over nagedacht. Dan moet ik deze dus hebben, blijkbaar. Even kijken, staat hier ook een cijfer op? Volgens mij niet. Dat vind ik dan wel weer jammer. Dat niet overal een cijfer op staat. Maar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat klopt. Gaan we even kijken wat we er hiermee moeten doen. Nou ja, sowieso die en die duveltjes. Aan de eerste kant te doen. Dat gaan we ook maar gelijk doen.
ik zag hem in één keer stoppen, mensen. Ja. Oh. Ja, nou, dan moet er al eventjes zometeen even mijn telefoon liggen, want ik heb nog maar 2 minuten op mijn telefoon. Ja. En dat schiet ook niet op. Hè, als ik iets wil filmen. Dus ja, ik zal eventjes mijn telefoon aan Ro geven. Dan kan hij even mijn telefoon leeg als hij mijn kabel haalt vanaf de slaapkamer. Kan je hem even legen en dan eventjes een mapje aanmaken. Kattenhuisje. Zo. Ja, nou, Rodi gaat even mijn... Rodi gaat even de telefoon legen. Kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, die latje behoort dus nog zo. En er is nog een ander latje. Deze, die behoort ook nog bij de onderplaat zo. Dat gaan we even doen. En dan ook het trappetje afmaken. En dan laat ik jullie sowieso nog even het eindresultaat zien. Hoe hij eruit ziet. Dus tot en met de straks. Zo, ik laat nu even nog wat aan jullie zien. Dit is het trappetje. Zo hoort hij dus in elkaar. En dan wat er nog erop moest, dat was dat latje. En dit latje, dat heb ik dus nu nog even gedaan. Yep. Alleen, dit ziet mij niet helemaal lekker, maar... Yo, scheve dingen pies ook toch? Ja... En nu even kijken waar ik hem neer ga zetten in de woning. Yep. Nou, mensen, dit is het kattenhuisje. Nu nog eventjes misschien een leuk kussentje of een leuk kleedje erin. En dan vind ik het weer gescheten. Ja. Mooi toch? Ik zeg duimpje omhoog.